Ik ben Birgit Eekhout en ik ben van Quintus Rolstoelhandel Westland. En ik ben al 25, bijna 30 jaar zit ik in de rolstoel. Ik zag een keer het spelletje, er was een demonstratie. En toen dacht ik, dat vind ik zelf leuk, want ik heb vroeger veel gehandbald. En dan ben je aangestoken met het virus en dat raak je niet kwijt. Andere verenigingen helpen om op te starten, en zodat het groter wordt. En dat we meer spelers en verenigingen hebben die hetzelfde spelletje kunnen spelen. Vandaar dat we ook hier zijn om CVO te helpen. Hartelijk welkom ook, fijn dat jullie interesse hebben in het rolstoelhandbal. Voor jullie staat eigenlijk een trotse voorzitter van CVO. Want het is ontzettend mooi dat we nu mogelijkheid hebben om nog meer mensen te kunnen laten sporten. En we zijn er ontzettend blij mee dat dit initiatief gekomen is en dat we hier nu met z'n allen staan. Het is een prachtig beginstuk van wat hopelijk een heel mooi boek wordt voor rolstoelhandbal. Ik ben Astrid Klein-Herenbrink en ik woon sinds kort in Epe. En ik ben hier bezig om een rolstoelhandbalteam op te zetten. De bond heeft dat maar aan mij gevraagd. Ik kom uit het westen en daar zijn heel veel teams. Maar hier in het oosten heb je helemaal geen rolstoelhandbal. Ik vind het gewoon belangrijk, voor iedereen trouwens, om te bewegen. Dat ook het beleid van de gemeente. Maar zeker als je in een rolstoel zit of wat beperkt bent, beweeg je sowieso al veel minder. Het is gewoon goed dat een mens ook blijft bewegen. Het is ook een sociaal aspect, hè? Een teamsport kom je ook weer mensen tegen. Je gaat weer naar buiten, je moet weer, je hebt een soort van verplichting. En het is dan zo leuk om elke week toch eventjes dat balletje te gooien. En op die manier uit je sociale isolement te komen. Eigenlijk zijn de basisregels wel een beetje hetzelfde. We hebben het doel wat lager gemaakt, want je zit natuurlijk lager, dus anders wordt het wel heel erg moeilijk, ook voor de keeper. Je benen moeten absoluut vastzitten, want je mag je benen ook niet gebruiken. Je rolstoel mag je niet gebruiken om af te weren of wat dan ook, dan mag alleen de keeper. En voor de rest mag je normaal met handbal 3 stappen doen, met de bal in je handen. En wij mogen 3 keer pushen, en dat is wil dus zeggen draaien met je wiel. Nou, sowieso iedereen die zich nu aanmeldt mag 3 keer gratis meetrainen. Het is gewoon heel belangrijk dat je even voelt of het wel wat voor jou is. Wij hebben de rolstoelen, dus daar hoef je niet voor te zorgen. En na die 3 trainingen, ja, dan mag je gewoon lid worden. En dan gaan we dus verder met wekelijks een training en wat ik al zei, die maandelijkse wedstrijden. Mijn naam is Henne van Es en ik ben van de Handbalbond. Ik heb in eerste instantie contact gezocht met de voorzitter van CVO of ze geïnteresseerd waren in rolstoelhandbal. Omdat we een speelster uit het Zuid-Hollandse, die wilde graag blijven rolstoelhandballen. En toen gevraagd of ze hier in de buurt van Epe en of zij daar geïnteresseerd in zouden zijn. Wat was haar antwoord? Wat ontzettend leuk dat je aan ons denkt en... Nooit over nagedacht, maar we gaan het zeker proberen. Hoe staat het in Nederland met de rolstoel handbalsport? We zijn 7 jaar geleden gestart met 1 team. Nu zitten we op 12 teams. We moeten groter worden, omdat we hebben ook een paar Olympische ambities. Dat gaat ook gebeuren. Even terugkomend even op de Olympische droom. Hè. Wat zijn daarin de wensen en de ideeën? Nou, in 2028 heeft de internationale bond, de handbalbond, aangegeven dat we daar de Paralympische sport worden zelfs. Dus ik denk dat mensen die ambities hebben om nog naar een Paralympische Spelen te gaan,
het handbalspel in ieder geval misschien wel een droom kan waarmaken. En daar is vandaag ook weer een start mee gemaakt. Nou ja, we beginnen hier natuurlijk klein en we gaan vooral iedereen zoveel mogelijk laten sporten met een handicap. En daar wil Uniek Sporten aan bijdragen. De buurtsportcoaches die willen daar mee helpen. Ik denk dat het een heel mooie samenwerking kan worden. Het is een jonge sport. En ik denk dat het mooi kan worden. Denk ik. Dankjewel. Ja, graag gedaan.